Meer groen op scholen is goed voor de concentratie en de luchtkwaliteit in de klas en het vermindert de geluidsoverlast. Daarom is het Instituut voor Natuureducatie met het initiatief Binnenbos gekomen. Zo'n 200 scholen zijn daardoor al een stuk groener gemaakt. Zo ook het IKC Prins Johan Friso in Harlingen. Hier op school is het Binnenbos niet het enige groene project dat ze hebben. Rondom squallen werken we al een protte met de planten en met de natuur. En met de workshops heb je op vreed. We hebben al een voedselbosk hebben we al op het squallplein. En ik zag deze van IVN voorbij komen. En toen dacht ik, ja, we moeten het van boeten naar binnen loeken. Want van binnen is het hartstikke belangrijk om ik met de planten te maken te krijgen. En dan is het onder benen, omdat het hele jaar de goed op de passie. En de leerlingen van groep 5 en 6 voelen zich er goed bij. Sommige mensen kijken er juist veel naar, maar sommige ook weer niet. Sommige vinden ze heel mooi. En daarom kijken ze ernaar. Maar het is ook mooi voor onze concentratie. En daarom hebben wij heel veel planten eigenlijk in de klas ook. Het verzorgen van de planten schept ook een band. Ik heb ook een lievelingsplant. Die is de pannenkoek. En die wil ik wel hebben. De klas wordt er heel erg mooi van en zo. Het is gewoon leuk. Ja, het ziet er mooi uit. Het succes van het Binnenbos verspreidt zich nu over de hele school. En we zijn al zo lekker bezig dat u zijn oren groepen, dat ik al wil het van. Ja.